Jake Paul heeft zijn toekomstplannen onthuld en lacht er openhartig over in een interview met Show News. De Amerikaanse influencer en vechtsporter droomt ervan om met Jutta Leerdam te trouwen, hoewel hij nog niet precies weet wanneer hij haar ten huwelijk zal vragen. Het afgelopen weekend bracht Jake Paul door in Nederland, waar hij Jutta Leerdam steunde tijdens het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker schaatsen in Heerenveen. Dit was de eerste keer dat hij haar bij een officiële wedstrijd vergezelde. Op zondag zag hij hoe Jutta overtuigend de 1000 meter won. Na afloop van de wedstrijd deelde Jutta haar vastberadenheid om te presteren, niet alleen als wereldkampioen, maar ook voor haar partner. Ze benadrukte dat Jake altijd begripvol is en geen extra druk op haar legt. Ze glimlachte terwijl ze zei: Hij kent mijn capaciteiten en legt me geen onnodige druk op. Het zou niet helpen als ik onder druk zou staan, stel je voor dat het niet lukt, dan denkt hij misschien dat het aan hem ligt, terwijl dat absoluut niet het geval is. Maar onze sportprestaties hebben prioriteit voor ons beiden. In april maakten Jutta Leerdam en Jake Paul hun relatie bekend aan de wereld.